Ja, niet meer fysiek, want ze zijn dus inderdaad nu voor de nacht gaan slapen. Maar, of ze zitten tv te kijken. Maar ze gaan door. Ze gaan morgen nog verder praten. Dus er is nog niemand weggelopen. En dat betekent dat er dus kennelijk zicht is om morgen dan echt de knoop door te hakken. Want dan moet toch echt wel duidelijk worden of zij met elkaar een vehikel willen optuigen. Wat dan in de wandelgangen als extra parlementair te boek staat. Maar het belangrijkste is denk ik dat er een vorm van commitment wordt afgesproken vanuit die vier partijen om wat er ook straks op het bordes staat wel enigszins te ondersteunen. Is het vertrouwen weer terug? Het feit dat men aan tafel blijft, dat zou je dan wel zo kunnen duiden, denk ik. Want dat vertrouwen had natuurlijk een deuk opgelopen door jouw podcast, waarin jij het gedrag van Pieter Omtzigt beschreef. Gememoreerd ook door onderhandelaars aan tafel. Ja, dus daarmee werd jij zelf onderwerp van gesprek in die formatie. Ik heb berichtgeving. Ik heb verslag gedaan van datgene wat daar binnen kamers is gebeurd, zoals ik dat eigenlijk al 20 jaar doe in Den Haag. Maar dat vertrouwen onderling, ik weet niet of dat afhankelijk was van het feit dat er een podcast is verschenen. Want als je de details hoorde over hoe dat binnen kamers ging, hoorde je zoveel frustratie en ook eigenlijk wanhoop de manier waarop het ging. Dat er bij de mensen die daar met elkaar moesten praten, zoveel ergernis, frustratie en wanhoop vooral. Dat woord dat viel meerdere keren. Dat je af kon vragen of dat überhaupt wat zou worden. Mm. Heb je nog iets gehoord van Omtzigt eigenlijk? Ik zie hem af en toe reageren dat hij niet wil reageren op datgene wat ik vermeld heb. En dat komt precies overeen met eigenlijk de reacties van een heleboel mensen. Namelijk dat niemand heeft weersproken wat ik in die podcast verteld heb. Ja. Dus dan geef je ook eigenlijk aan dat je het er liever niet meer over wil hebben. En daarom is denk ik NSC er ook nu veel aan gelegen om te laten zien dat ze naast datgene wat er binnen kamers is gebeurd ook nog een inhoudelijke agenda hebben die ze toch daadwerkelijk willen uitvoeren en zich niet laten wegjagen als daar in de publiciteit af en toe vervelende berichten over zijn verschenen. Ja.